Op een gegeven moment met Luc de Vroe, ik zei: ja, Kijk, ik wil twee jaar. En uh, uh, blijkbaar was er uh, een akkoord. Um, tot uiteindelijk de trainer, dat heb ik, ik gehoord. Ik kan volledig. Ik, dat is wat ik, ik gehoord heb. Hè. De trainer zei: zei: ja, we, we willen maar één jaar geven. Maar tijdens het jaar is er zoveel gebeurd dat ik dacht: van, Hier ga ik niet blijven met die gast. Dat kan niet. Um, met Adrie Koster bedoelt. Ja, ja. met Adrie, ja. ja. Uh, niks, niks tegen Adrie Koster. Ook, nee, 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 nee. Maar, maar, maar gewoon... Voetbal, ja. we, we ik, er waren te veel dingen op mijn leeftijd. Ik was toen dertig. Ik had al veel meer ervaring. Dus ik wist al dat er dingen gebeuren. dat ik dacht van, maar dit klopt niet. Maar dat is een gevoel dat je hebt. Dat kan ook verkeerd zijn, maar dat... Maar op een gegeven moment... Er was eens een match, we speelden tegen Standaard. En we staan 1-0 achter mij, met de rust. En uh, ik moest erin komen. Ah, weer hetzelfde gevoel. Ah, dan heb je mij nodig. Terwijl ik daar nu over nadenk, hoe onprofessioneel dat ik hmm. in mijn gedachtegang was. En sorry, maar wat ik u niet zou geven. Ik zou denken dat Om, je elke kans die je, die wacht, je krijgt, wacht, terug, ja. teruggreep. Wie, ik? Ja? Nee. Als ze zeggen, ja, dat je vind, dat ik, dacht ik over u. Ja, ik nee, zou nee, dat nee, ook nee, denken. Nee. Als, Als je, je ze... mij op de bank zet, voor onverklaarbare redenen, dan, dan, in het begin van het seizoen, want ja, ja, ja. ik zei door, je deed dat fantastisch. Ja. Ja. Al, op termijnen dat er zoiets van: oké. Okay, maar ja. verplaatst u in de coach en hoofd? Hij had reden. Ja, ja, maar ik deed dat soms. Hè. Deed dat soms hè. Hij had toch een reden om je op de bank te zetten? Kunt jij ook zeggen, ik zal het wel bewijzen in die helft? Ja, ja maar dat deed ik ook. Dat, alleen, ja, okay. ik, ik, je mocht dat vragen niet. Ja, fantastisch, als ik, ik thuis, zeven goals. Als ik. ben maar blij met het lachen Zeven goals, ik vind dat vernedering. Maar hoeveel assists? Ik, maar nee, ik, ik, vond dat, ik vond dat. Het <laughs> laatste jaar vond ik uh, de max. Want ik maakte tegen ander licht in die 1 of 4-2. Maak ik een goal en je kunt de beelden van daarop zien. Dus, dus, dus ik was te traag. Mm -hmm. Te traag. Ja, ik was te traag. Ja, te traag. Ja. Maar je kunt ook snel zijn als je situaties beter en sneller inschat dan iemand anders. Ja? Dat is zoals Kevin De Bruyne dingen sneller ziet... Je hoeft niet altijd snel te lopen. Hè? Als hij... uh, nee, maar er is een misperceptie over Kevin dat hij traag is. Nee, Nee, dat is... Niet. nee, nee oké. Okay. Maar mensen zeggen wel nee, nee, dat, nee, dat hij niet per se gezegd, snel he? is, ik maar hij is, is wel niet. snel. Maar hij, hij lijkt toch nog sneller omdat hij het ook zo snel ziet? Ja. Het dus de blij... Johan -theorie, hè? Ja. Het gaat niet over snelheid, maar het op het over moment dat, staan, je, ja, dat, dat je. Dat ja, je bent ja, vertrekt. Goed. En, en um, twee, twee uh, dingen waar ik. Dat is ook mijn karakter. Speel tegen ander ligt. En ik was traag. En op een gegeven moment, uh, ook met Peter Ballet daarover gelachen, uh, ik maak een goal, hoekschop voor ik sta op de 16 meter, ik wist altijd, ja, als dat gebeurde, dan moet ik dat. En Joseph Akpalla die mocht vooraan blijven. Koppen een bal weg, Joseph krijgt die een bal, en ik maak een sprint van aan de 16, en je kunt die beelden uh, uh, bekijken, en ik sprint maar echt van één baklijn naar de ander, en ik maak mijn linkse in, in volley, maak ik een goal. De 3-1 of zo, of de, de 3-0, 3-1, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat het een derde goal was. En, en we winnen dan die match en achteraf. Uh, dus de coach, ja, geweldig en ik zo. En ik zei dan, ja, voor iemand die niet snel was, was dat goed hè. <laughs> dus dat, dat, en ik, ja, ja, als dat, ik een trainer ben, dan ja, het is het ook wel, oké, okay, vergeet het uw contract. Ja, ja, maar dat bedoel ik. Maar ik, ik, ben, ik, ben, ik, ik kan niet verdragen dat, dat mensen dingen over mij zeggen die niet kloppen. Uh, Snap want, want fysiek was ik nog altijd een van de beters. Maar dat is toch de eeuwige frustratie van elke voetballer die op de bank belandt? Dat hij vindt dat hij beter is dan degene die te nee, beter staat. Nee, dat is niet waar. Ik zeg je net dat ik kon ja. inschatten als ik op de bank moest zitten. Hij zegt ook in het begin van het seizoen kon hij er niet tegen, maar het ja, beter naarmate het begon, seizoen vorderde. Ja, naarmate het seizoen vorderde wel. Wel, ja. omdat Dorje dat ook goed deed. Maar uh, natuurlijk, ik wil spelen. Hè. Ja, ja. Je moet luisteren, hè? Ja, ja, ja. En ik, ik goed <laughs> maar dan denk ik dan was er Maar dan was er nog zo eens een fase staan tegen Standaard. Uh, dat was dan de eerste keer dat ik zo... Ah, een grote mond, hè. Mijn bakken is tegen de muur gelopen, zoals dikwijls een keer. Ja, dat, dat zal niet in dank afgenomen zijn dat, dat ik dat doe. En Peter en ik lachen daar soms iets mee. Maar dan was er tegen Standaard een, een moment. We staan 1-0 achter. En uh, ik kom erin. Tijdens de rust joh, ik moest mijn eerst opwarmen en ze hadden mij nodig. Ja, we stonden achter. En ik forceer een penalty. Het was tegen Bosch. Ja, ik denk... Ah. Ja, ja. Ik denk, als je er een paar gaat zoeken, dat daar... Die raakt <laughs> mij licht aan, maar ik geef het toe, dat was volgens mij was dat geen penalty. Penalty, ik zet hem om. 1-1. Ja. En um, ik ben betrokken bij de 2-1 van Karel Gerards. En we winnen tegenstand daar. En een dag nadien... Uh, ja, ja, goed... Uh, goed uh, dat was... Ja, ik, kan, ik weet dat niet meer van buiten, maar ik weet wat ik toen gezegd heb, en dat was... Ja, uh, goed gedaan jongens, goede reactie. En ik zei: ja, bedankt, bedankt aan de invallers ook. <laughs> Man, uh...